is vanaf komende mijn niveau beschikbaar. Prima, dankjewel, vakken. Hier is Marien om het werk helpen. Maar het vinden van personeel is voor bedrijven heel een dalg in vanzelfsprekendheid. Het tal openstaande vacatures is de arme tijd alleen nog maar tanaam. In gewone sectoren zijn er meer banen als werknemers. Dat merken ze ook bij het uitstuurbureau in Dokkum. Vaak mensen we op dit moment minder opleiden, bijvoorbeeld op squallen, dat je opleidingen ook, dat er minder aanwas is om naar je meesken en dat je dus in verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld om installatietechniek, maar ook bedrijvenwetse werk in hout of metaal, maar ook in de transportsector, ja, iedereen schreeuwend tekort om meesken. Naar we spreeks hoe gemeesken die graag aan de slag willen, haak je zwaargen te meiden of ze wel werk vinden. Er is volop keuze. Als je iets kiest en de worst graag, dan had je op dit moment het werk voor het uitzieken. Vooral in de sectoren die ik krijg naam. En ik denk dat een hele pot mensen op dit moment in die sectoren werken, dat die goed op hun plak zitten. Ook in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg leidt het werk voor het oprapen. Er worden ook heel diep meer contracten uitdeeld. Zowel fast als flex. Bedrijven wil mensen aan hun bieden en kandidaten een stuk van zekerheid aanbieden. En dan is motivatie en discipline misschien nog wel belangrijker dan een pak op papierwerk of ervaring wat ze meenemen. Het tal bestaande vacatures naam de Arne Moan heel diep meer ta. De vraag is of die tendens de komende tijd terugzet. Helaas hebben wij net een blikje werden we de meesten uitloeken kennen. Dus we doen wat we kennen en daar hebben de bedrijven waar wij contact met haar gelukkig wel van op hechten.